Ik kom uit Utrecht, daar, de Jumbo daar op een aantal plekken wordt daar 's nachts nu de vakken gevuld door Polen. Ja, ik vind dat heel raar als je ondertussen nog tienduizenden mensen in je bijstandsbestand hebt staan, die je niet eens hebt gevraagd of ze dat ook interessant zouden vinden of die je zou kunnen helpen om dat ook te doen. Dat die supermarkt ervoor kiest om dat niet te vragen en die gemeente ook niet inventariseert, in dit geval bij al die bedrijven, van hey jongens, help even mee, want we hebben hier een grote uitdaging. Mm. Dus dat kennen van zowel je mensen als ook de bedrijven en dat bij elkaar brengen, dat zal de rol moeten zijn. En wat we daar nog meer voor nodig hebben, moeten we doen. Ja, maar Ton, als we het dan nu over als we het nu hebben over, oké, welke stappen moeten we nu gaan zetten? Hè? Want je zei een systemische verandering, daar schrikken mensen altijd van, want dan denken ze, oh god, dat wordt wel heel groot en moeten we daar wel aan beginnen? En tegelijkertijd zeg je, we kunnen gewoon best wel concrete dingen doen om dit in gang te zetten. Als jij dit nu hoort, wat ligt er dan vooral op tafel? Bij mij blijft vooral toch echt hangen, we kennen de mensen niet, we hebben het contact te weinig en daardoor ontstaat er een mismatch. Maar dat kan niet het enige zijn. Nee, maar het punt is net ook al gemaakt. Het heeft ook te maken met investeren. Ik bedoel, je hebt als land zeg maar een groep talent. Hè? Dus een hoeveelheid talent. Dat moet je koesteren. Ja. Want nog 30 jaar komen we in een krapte, omdat we demografisch aan het krimpen zijn. Dus dat moet je doen. En ik zou denken van, kijk, we hebben laten zien, en dat was knap, hè? We hebben miljoenen werden miljarden in de NOW in de aanpak om mensen aan het werk te houden. Maar waarom kan je die investering niet doortrekken naar die mensen die talenten hebben? Want ja, het is een, denk ik, fantastisch resultaat. Je kan zeggen het was duur, maar dan moet je het omkeren. Dus niet alleen de mensen die al werk hebben, maar ook de mensen, dat talent wat je hebt. En ik denk dat dat gewoon ook, als je het wilt, kan je dat heel economisch bekijken. Dan noem je het mensenkapitaal. Maar waarom zou je als land interen op je mensenkapitaal? Ja. Als je een hogere route wilt hebben naar die brede welvaart, moet je niet laagwaardig door niet te investeren. Ik denk dat dat het omslagpunt moet zijn. Dus investeren in mensen is denk ik ook heel concreet. Weten wat mensen kunnen en willen. En dat contact is ook heel simpel. Maar we moeten ook een manier vinden, want we blijven toch gewoon straks lastiggevallen worden door economen, misschien ook bij jouw ministerie, die zeggen, ja, weet je wel, hoe zit dat met die kosten enzovoort? Want ik heb ook een collega die ik hoorde zeggen een tijd terug van, ja, dat is datzelfde verhaal. Ik vind dat fantastisch, maar als ik er geen euro's aan kan hangen, heel bekende econoom, kan ik er niks mee. Dus die ratio moeten we ons tegenwapen. Dus wat mij betreft maken dat all-counters systeem, zetten we om in software. En dan hoeft niet iedereen te bedenken, wat zijn de desinvesteringen als je mensen ooit een opleiding had en je laat ze niet werken, dan desinvesteer je in die opleiding €7.000 per jaar. Kan je omrekenen. Dus als we dat met z'n allen doen, hebben we zo'n brede welvaart all-counter systeem. Misschien kort en dan wil ik die kant op, toch even vanuit het ministerie dan, want eigenlijk was dit een rechtstreekse opmerking richting, kunnen we daar nou uitbreken dat we bij alles denken, hey, op wat voor manier kunnen we hier nou een kaartje aanhangen, want we moeten het wel economisch prijzen, want anders snappen we het niet of werken we niet mee. Hoe kunnen we daar uitkomen? Nou, ik gooi er sowieso graag een schep bovenop. Alleen, daar moeten we wel bij zeggen, de steunpakketten lopen af, maar wat we nu juist wel door laten lopen, zijn extra gelden voor gemeenten voor schulden en armoede. Dus als je even echt tegen een berg aankijkt om mensen even extra hulp en begeleiding van de gemeente te bieden om daar juist even overheen te komen, want anders zit je hoofd vast. Mm-hmm. Maar er komt ook extra geld voor reïntegratie, extra geld voor scholing. Dus we zien juist dat we daar wel nu in slagen om er bovenop te doen. Ik zou zeggen, daar moet een extra schep bovenop, want dat kan volgens mij nog meer zijn. Maar is dat een correctie of is het extra geld? Het is extra geld, omdat het gedacht is, hè, we hebben wel heel veel, we hebben misschien heel veel maatregelen uitgefaseerd, maar corona is bij heel veel mensen niet weg. Hè. De gevolgen daarvan zijn niet weg. Maar we hebben wel iets geks, vind ik. En voor het weten hebben we aandacht alleen maar voor het ene kant. Namelijk, aan de ene kant gaat het heel goed. Hè. We hebben een heel lage werkloosheid, dat verhaal kennen we. Maar we hebben ook nog nooit zoveel procent van de beroepsbevolking aan het werk gehad. 70%. Ja. 9 miljoen mensen. Ja. En aan de andere kant hebben we ook nog in de afgelopen 20, 30 jaar nooit zoveel mensen aan de kant gehad. Want kijk maar naar de arbeidsongeschiktheid. Die hebben we niet genoemd, maar we komen weer hard. In de kant van Nederland is ziek, hè, van Lubbers. Dat gaat naar de 700.000 mensen. We hebben 430.000 mensen in de bijstand. We hebben er bijna 300.000 in de WW. We hebben nog een heleboel in de Bajong. Dus bij elkaar opgeteld, Ton noemde helemaal in het begin 1,5 miljoen. Ik denk dat richting dat getal komen, waarvan het eigenlijk natuurlijk een schandaal is, dat we dat met z'n allen er nu niet tussen kunnen krijgen. Ja. Dus als we daar al 10% in het komend half jaar aan het werk zouden kunnen krijgen, dat zou een hoge inzet, denk ik, maar daar zou ik heel blij mee zijn. En daar moeten we echt alles aan doen. Rutger, volgens mij wil je van alles reageren, maar één ding wat denk ik toch ook wel genoemd moet worden, is dat als je het hebt over, in het eerste gesprek hebben we daar kort over gehad, als je het hebt over bijstand of mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dan is er een moment waar je moet er snel bij zijn. Maar we zitten nu in een situatie dat we al een hele grote groep hebben die al jaren
afstand ervaart. En waarbij die bestaat misschien wel uit welwillers, maar die het vertrouwen ebt weg dat het ook gaat lukken. Hoe kunnen we nou, want daar zit denk ik de grootste groep op dit moment die niet meedoet, omdat we dat over al die jaren hebben opgebouwd. Welke doorbraak kunnen we dan doen dat we ervoor zorgen dat die mensen weer aan de slag komen? Volgens mij moeten we op een hele andere manier nadenken over deze mensen en over de arbeidsmarkt. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar is van Erik Dannenberg van Divosa. Hebben deze mensen nou een afstand tot de arbeidsmarkt of heeft de arbeidsmarkt een afstand tot deze mensen? En ik denk dat dat het laatste is. Ja. En ik denk dat er gewoon mensen zijn die al best een tijd afhankelijk zijn van een uitkering. En ik denk dat we daar ook reëel over moeten zijn. Voor sommige mensen is gewoon om persoonlijke omstandigheden betaald werk gewoon geen optie. Ja. En ik denk eigenlijk dat we op een andere manier na moeten denken, ook tussen het harde verschil tussen betaald en onbetaald werk. En ik vind ook dat we tegelijkertijd bij de mensen die wat langer afhankelijk zijn van hun uitkering, na moeten denken over welke constructen kunnen nou helpen om mensen wel aan het werk te laten zijn, waardoor ze bijvoorbeeld plezier, eigenwaarde en een netwerk terug kunnen vinden, waardoor ze meer verdienen dan een bijstandsuitkering, zonder dat dat nou alleen maar uitgedrukt wordt in economische rendabiliteit. Maar ik zie eigenlijk best wel ruimte ontstaan in dit gesprek om een aantal stappen te zetten daarin. Nee, maar volgens mij zijn het dus een paar dingen. Volgens mij moeten we, Ton had het over die verschillende vaarwegen. Hè. We hebben in Amsterdam hebben we de werkbrigade, we hebben onlangs de buurtbanen, is een soort van basisbaan. Hè, dat was eigenlijk. En hoef je niet uiteindelijk door te stromen, want dat was ook een van de dingen die Ton noemde. Nee, ik vind overigens de optie van doorstroming belangrijk. Hè. In de werkbrigade is er wel degelijk de optie van doorstroming, omdat je daar ziet dat mensen die best langer afhankelijk zijn geweest van een uitkering na 2 jaar, want wij bieden ze 2 jaar een baan tegen normaal cao-loon, dat ze wel door kunnen stromen. Hè? Ik zou niemand ervan willen weerhouden dat ze doorstromen, maar het zou nooit een harde verplichting moeten zijn. Zo'n buurtbaan is echt dat mensen iets vrijwillig doen van maatschappelijk nut, waarvan we eigenlijk zeggen, ja, maar hey, we zien dat maatschappelijk nut ook wel. En je hebt een uitkering of je bent een niet-uitkeringsgerechtigde, wij gaan jou gewoon betalen. Hè? Dus dat is gewoon een maatschappelijke investering. Ja. Maar tegelijkertijd is dat echt een wezenlijk ander vraagstuk dan die mismatch op de arbeidsmarkt. En wat ik zie is dat we, of het nou gaat over techniek of zorg, echt grote tekorten hebben. Inderdaad, meer dan 1 miljoen mensen. Daar zullen we echt anders voor moeten doen. Dan moet je bijvoorbeeld veel meer investeren in geïndividualiseerde scholing. Hè? Ik bedoel, dat vinden vakbonden en werkgevers nooit zo leuk, maar de O&O-fondsen zijn natuurlijk niet heel erg toegankelijk. Als je kijkt naar, en Ton weet dat beter dan ik, in andere landen investeren ze veel meer in scholing. Misschien dan toch, want we zitten in het rondje concreet, zeg maar. Ja. Wat kunnen we doen? Je hebt een oproep gedaan. Nee, zeker. Ja. Maar je hebt onlangs een oproep gedaan om de bijstand omhoog te doen. Zeker. €200. Per maand. Ja, dat is een goede toevoeging daaraan. De participatiewet te hervormen. En je hebt een deltaplan bestaanszekerheid. Wat zijn nou, want dan gaan we toch even, niet dat nu alles rechtstreeks richting de formateur moet, dat mag wel, want Ton gaat het allemaal opsturen, maar wat is nou het belangrijkste wat we dan nu zouden moeten doen, want nu is het vloeibaar, nu is het momentum. Nu kunnen we misschien nog een... Ja, ik heb bij mijn collega gisteren aan de formerende partijen inderdaad een brief gestuurd om de bijstand... Wat is het belangrijkste dat we nu kunnen doen? Want mensen denken, het is allemaal ontzettend mooi, maar wat gaan we nu doen? Ik vind het cruciaal dat we de bestaanszekerheid van grote groepen mensen versterken op deze arbeidsmarkt. En het gaat om mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, maar het gaat ook om werkende armen. Dat is een vervelende term, maar de SER heeft daar een onderzoek naar gedaan. Er zijn simpelweg te veel mensen die niet rondkomen. En hoe doen we dat? En dat betekent gewoon dat je de uitkeringen verhoogt, dat je het minimumloon verhoogt, dat je ophoudt met al dat fraudebegrip. Dat zijn de meest basale dingen. Kijk, als je gewoon kijkt naar de loonontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van bedrijfswinsten in het afgelopen decennium. Ja. Hey, no shit, hè. Dit is, weet je, ik ben een linkse politicus, maar het is niet eens, dit zijn geen linkse praatjes, Dit vindt de Nederlandse Bank, dit vindt het IMF, nee, maar iedereen vindt dit. Hartstikke goed, maar...